Rotterdammer René V. is een voordeel tot een zelfstraf van 2 jaar. De voormalige aannemer schoot vorig jaar in Overschie 3 mensen neer na een ruzie over een factuur. De aannemer ging naar een klant toe om een ruzie over een factuur te beslechten. Alleen dat liep verkeerd af. De ruzie mondde uit in dat 2 stratenmakers, waarvan 1 een Schiedammer was, de ruzie moesten gaan proberen te sussen. Dat mislukte en uiteindelijk werden de klant en de 2 stratenmakers neergeschoten door René P. die in beschonken toestand met zijn luchtbuks in het rond schoot. Een dag later werd René P. na een fikse zoektocht hier opgepakt in de Galileistraat in Schiedam-Oost. Het Openbaar Ministerie wilde dat P. voor 6 jaar achter de tralies zou gaan vanwege een poging doodslag. De rechter besloot alleen dat het een poging zware mishandeling was en legde een straf van 2 jaar cel op. En na zijn celstraf moet hij ook nog in behandeling tegen alcoholmisbruik.